Ja, guys, we hebben weer een nieuwe video met vandaag een kijkje op To All the Boys, Always and Forever. Geloof het of niet, jongens, maar het is alweer een jaar geleden dat we To All the Boys, P.S. I Still Love You hebben gekeken en hem hebben gereviewd. Het zou ook normaal drie, vier jaar geleden moeten zijn ondertussen dat we To All The Boys of Love Before hebben gekeken en gereviewd, maar toen deed ik deze soort video's nog niet en heb ik die film ook niet gezien. Maar ik heb het wel gedaan omdat ik alle films in 2020 keek, dus ik dacht, ik moet deze film nu ook wel kijken en ook reviewen om eigenlijk zo een beetje mijn twee derde van de franchise af te kunnen maken. En ik zei het volgens mij vorig jaar al, maar er is een bepaald charme aan deze franchise die enorm goed werkt. Nu voor de derde keer achter elkaar heeft deze franchise mij weer te overtuigen dat dit leuke personages zijn. En het zijn kleffe romantische comedies. Dus de personages zou je moeten haten. Zeker als je zelf een single man bent en deze films begint te kijken, verder nog het grappige feit. Ondertussen dat ik in 2021 nu zo'n soort van. Gestopt ben met reviews maken. Dat ik nog steeds wel tijd maak voor deze film. <laughs> Ik bedoel, we zijn half februari, ik heb vijf films gereviewd en dit is er één van. Deze film maakt 20% uit van 2021 ranked op dit moment. No worries, het is niet de enige review die gaat komen nog. Uh, over de komende maand ga ik zeker nog Flora and Ulysses reviewen, volgende week zaterdag gaat dat zijn. Maar ik ga ook kijken naar The Dig, naar The White Tiger en naar News of the World. Dat, en volgens mij staat er nog één bij, ik weet niet meer zeker. Normaal ook Marvel's Behind the Mask. Die zou vandaag uitkomen, of eigenlijk gisteren. Maar die vind ik nergens. Die staat niet op Disney. Plus. Die vind ik niet op Letterboxd. Dus. I don't know. Die zou gisteren uitkomen. Hij heeft vijf stemmen op IMDb. Maar niemand die het weet. <laughs> Oké, okay, let's go. Het verhaal is enorm cliché en vertelt absoluut niets wat nog nooit verteld geweest is. Het hele latrelatie-college dat heb ik volgens mij zelfs al een paar keer al aangehaald in video's en reviews, dat het enorm cliché aan het worden is. Het is al tien keer op beeld verschenen en na een tijd raak je het echt wel beu. Ik ben op dat punt aangekomen dat ik ervan begin te zuchten als er weer een film daarover gaat. Maar deze film komt ermee weg, hoe cliché het ook is. Heel dit verhaal is charming tot in de laatste seconde. Verhaal 135 op 200. En het komt vooral door de personages, want die werken verrassend goed met elkaar. Zeker bij een derde film. Ik bedoel, in het begin was het soms misschien nogal een klein beetje stroef, maar ondertussen, Noah Centineo en Lana Condor hebben daadwerkelijk een goede chemistry met elkaar. De drie zussen, die voelen als zussen. De vader voelt als een vader en de vriendin voelt als een goede vriendin. Personages 155 op 200. De film gaat ook heel vlotjes vooruit. Hij gaat absoluut niet langzaam. Alles wat er in deze film komt, heeft zijn reden. Zorgt ervoor dat de film best wel doorvliegt en op het einde verveel je je niet. Ook qua set designing is deze film bijzonder goed. Er zitten heel wat leuke locaties in, zowel in Korea als in New York als overal. Ook zien we bijna elke landmark in New York, dus bedankt voor de mini-tour. En. Er is een Korea een bepaald café en ik wil er nu in mijn leven echt gewoon naartoe gaan. Het is een café dat net bestaat alsof het volledig gemaakt is uit papier. Ik weet dat het niet enkel voor de set was. Het bestaat echt en ik wil erheen. Pacing en designing 125 op 150. De film is ook absoluut niet surprising en het is best wel cliché en qua Surprisement was het totaal niet aanwezig. Maar aan de andere kant, het blijft charming. Surprisement 40 op 100. En ook het acteren was best degelijk. Je gelooft absoluut niet alles wat ze doen. En dramatische scènes die zijn op het moment wel i om te kijken. Maar over het algemeen komen de gevoelens best goed over. Zelfs van Noah Centineo, die ik een heel droge acteur vind, die had een paar best wel degelijke scènes. Ook een degelijke emotionele scène met zijn vader in deze film. Acting: 115 op 150. De critics waren duidelijk ook best tevreden over deze film. Zij geven hem een 65 op 100. De hoogste score binnen de To All the Boys franchise. En ik zelf ben zelf nog iets guller. Ik geef hem een 35 op 50. En entertainment gezien ben ik nog guller. Ik geef hem 3,5 ster en een hartje, oftewel 40 op 50. Brengt de totaalscore van To All the Boys Always and Forever uit op een 710 op 1000, oftewel een 7,1 op 10. Heb jij To All the Boys vol. Heb jij To All the Boys Always and Forever nog gezien? Laat weten wat jij ervan vond in de comments beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen bedankt voor het kijken en bye bye.